En wat komt daar nou aangereden? Ja. Wat komt daar nou aangereden? Meneer, we hebben iemand heel speciaal voor u. U heeft iemand meegenomen, zie ik. Zeker. Wij nou, laat eens kijken dan. Wij hebben onze ambassadeur van school. En hij is heel trots op ons schoon Zeeland. Trots op ons schoon Zeeland? Zeker. En dan tellen we af om hem te onthullen. 3, 2, 1. Ja! Goedenavond. En wie ben jij? Kees. Jij bent Kees. En hoe heet je nog meer? Moerland. Kees Moerland. Nou, dan moet ik jou hebben. Want we gaan vanavond gaan we jou een beetje, ja, ik wou zeggen, in het zonnetje zetten, maar het is in het lichtje zetten, dat zit je al. Maar je zit op een prachtige plek. Ik denk dat jij vanavond het mooiste plekje hebt van allemaal, hè? Ja. En het is even een bijzonder moment, want Kees is onze eerste ambassadeur. En dat is van trots op ons schoon Zeeland. En wat we daar uiteindelijk mee doen, is we willen natuurlijk dat er geen afval in de natuur komt. Want dat is heel slecht voor alles en iedereen. En wat jij gaat doen, of al een beetje doet op dit moment, is met elkaar nadenken van hoe kunnen we nou een beetje ervoor zorgen dat er niet te veel afval overal ligt. Hè? En jij doet er al van alles voor, of gaat dat doen, hè? Met prikkers en ja. Zo toch? Wat ga jij doen? Met een prikstoel. Ja. Ga ik over straat lopen. En dan ga je het afval opruimen een beetje wat er is. Ja. En dat vinden we echt heel erg knap van jou. En we zouden het heel leuk vinden als er nog veel meer kinderen zijn die dat ook gaan doen in alle dorpen. En ze kunnen bij jou ook prikstokken komen halen, of bij je moeder geloof ik, hè? Of hoe zit dat precies? Maar jij gaat het dan een beetje vertellen hoe het moet aan de andere kinderen. Ja, dat is een beetje het idee, hè? Ja. Nou, we gaan er vanavond een hele leuke avond van maken. Jij krijgt nog iets heel moois van mij, dat is zo'n, hoe noem je dit eigenlijk? Een slinger. Een slinger. Die ga ik bij jou omdoen. En dan gaan we straks aansluiten in de stoets. En het belangrijke is een pintje wat ik heb. Het belangrijke? Dat heb jij voor mij en Jolanda. Ja. Is het een signe? Ja, dat is het echt officiële. Dit is het echt officiële en dat ga ik dan bij jou proberen. Even op te spelden. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, het is heel erg klein hoor, maar nee, dat is stuk klein. Nee. Dat is stuk klein. Dat is wel heel erg mooi. Ja. Doe ik gewoon de plastic even zo even bij jou er een beetje bij. Hè? Ja. Zit dat op de goede plek? Zou jullie dit even voor mij vast willen houden? Maar even vast, goed zo. Op zijn vestje. Kijk. Dan ben jij Kees, onze eerste ambassadeur. Nou, een applaus voor Kees. Dankjewel. Nou, superleuk. En dan kunnen we allemaal vragen nog stellen aan jou. En dan, ja, dan ziet iedereen jou. En dan moet je goed doorvertellen natuurlijk wat jij gaat doen. En dan hopen we dat iedereen eigenlijk in Tolen dat ook gaat doen. Want dan zorgen we er eigenlijk samen voor dat er geen afval meer in de natuur ligt, hè? Dat is het idee. Ja. Nou, dankjewel en we gaan er een leuke avond van maken. Dan zou ik graag ook nog even Jaco naar voren willen. Is die er ook? Ja. Jaco? Hey, alsjeblieft, dank voor je inzet. Ja, graag gedaan. Klein, dankjewel. En dan hebben we, ja, die mag je ook. Deze mag je ook om. Tenminste, dat verwachten we gewoon van je. Een stuk groen. Digna, Digna. Is die er ook? Ja, Digna is er ook. Digna, ja. Kijk, alsjeblieft. Dan krijg je ook zo'n mooie. En tot slot René. Ja, jij bent ja. En ook dank voor jullie inzet. Ja, dankjewel. Nou, super. Bedankt. Nou, bedankt iedereen. En dan gaan we denk ik langzaamaan aansluiten. En jij blijft gewoon lekker zitten, toch? Of wil je eruit? Nee. Ik vind het wel leuk om eruit zo mee te rijden. Af en toe erin en af en toe eruit. Nou. Jullie gaan ook hem begrijpen.